Hey, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is... En ik heb de verkeerde bril op. Hey, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Jos Mark van Camping Drenthe. En vandaag wil ik jullie gaan vertellen over hoe je zelf een omvormer kunt inbouwen in je caravan of camper. En hoe ga je nou de juiste omvormer kiezen? Maar, wat doet een omvormer eigenlijk? Nou, de omvormer waar ik het vandaag over ga hebben, die maakt van 12 volt 220 volt. En daar heb je twee verschillende soorten in. Je hebt ze met een gemodificeerde sinus, en dat is een sinus van in een blokvorm. En je hebt ze met een ware sinus noemen ze dat, of een zuivere sinus, en die loopt zo. Heel veel elektronica heeft die zuivere sinus nodig om goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld als je, eens even kijken, heb ik hier zo'n ding. Ja, het zou dus kunnen dat deze oplader, dat die alleen maar goed werkt als die een zuivere sinus krijgt. Omdat er een stukje elektronica is die dat wil. Maar nog eerder, als je een laptop hebt. Oh, wat een rommel. En ik laat hier mijn camera's mee op. Maar dit is ook zo'n ding van een laptop. En het zou dus gewoon kunnen dat als je hier een gemodificeerde sinus in stopt. Ja, dat hij daar helemaal niet blij van gaat worden en dat hij warm wordt en dat hij stuk gaat uiteindelijk. Dus er zijn best wel veel apparaten die liever een zuivere sinus hebben. En de zuivere sinus loopt zo. Nou, om die zuivere sinus te krijgen in de omvormer heb je wat meer elektronica nodig en moeten de zaken wat beter geregeld zijn. En wat die eigenlijk doet, heel eerlijk gezegd, is nog steeds een blok sinus maken, alleen in hele kleine stapjes. Dus dat is wat hij doet. Hij gaat in hele kleine stapjes gaat hij, de sinus vormen. In plaats van omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. En wat doet een zuivere sinus? In het geval van een omvormer, die doet zo. Dus die maakt hele kleine stapjes omhoog. Nou, wat ik vandaag dus wil gaan doen, is jullie uitleggen hoe je dat zelf kunt aansluiten. Dan ben je bang voor elektriciteit? Vind je dat eng? Elektriciteit is ook best eng als je er niet mee overweg kunt. 12 volt, daar voel je helemaal niks van. Daar kun je in principe alles mee doen. Wat het grote risico is bij 12 volt, is de stroom die er gaat lopen. En we hebben al eerder die hele dikke kabels laten zien. Nou, als je dat soort stroom door te dunne kabels doet, dan kun je dus echt brand krijgen. Of als je op het verkeerde moment de dingen verkeerd aansluit in je camper. Ja, dan loop je best een aanzienlijk risico. Want als er dan geen zekeringetje tussen zit en je doet het even rechtstreeks op de accu, dan kan het best zijn dat je bijvoorbeeld je hele EBL in je camper opbrandt. En als die stuk is, dan ben je dus een heel stuk verder van huis. Dus heb je nou helemaal geen kaas gegeten van elektriciteit en ben je er bang voor? Vraag het gewoon aan je dealer. Maar goed, laten we er nu even van uitgaan dat je voldoende van elektriciteit begrijpt en zorgvuldig kan werken. Dan ga ik jullie nu laten zien hoe we dat gaan doen. Let op. We nemen een accu. We nemen een omvormer. En we nemen een omschakelautomaat. En dat knopen we een beetje aan elkaar zo met plussen en minnen. En dan komt hier de stekker in van de omschakelautomaat. En dan heb je stroom op de stopcontacten in je camper. Daar zitten een paar stappen tussen. Ik ga het denk ik maar even niet live doen. Want het is best een heel gesjouw. Dus ik ga het voor jullie tekenen. Zo. Dus wat hebben we nodig? Aan de ene kant hebben we een accu. Met een plus en een min. Pol. En ik zal de plus even met een rood cirkeltje. Maar ik heb niet zo dikke rode stift, dus dat is even een probleem. Aan de andere kant hebben we de omvormer. En die heeft een 12 volt kant en een 220 volt kant.
Zo. Dan hebben we de EWL. EBL. Die heeft ook een 220 volt kant. En een 12 volt kant. En de accu is natuurlijk alleen 12 volt. En dan hebben we hier een koelkast. En we hebben hier stopcontacten. En stopcontacten, dat doe ik even zo. Ik weet niet hoeveel stopcontacten jij in je camper hebt, maar laten we even zeggen dat je er 5 hebt. En dat ziet er dan zo uit. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben een walstekker met 3 van die puntjes erin. En dat is waar de elektriciteit binnenkomt. En dat is 220 volt. En vervolgens hebben we een omschakelautomaat. En die omschakelautomaat is eigenlijk niets meer dan een relais. En in dit kastje zit dus een stukje elektronica. En een stukje elektronica dat detecteert of er 220 volt binnenkomt van de walstroom. Ik noem de buitenstekker is walstroom. Of dat er... Ja. Dus of er 220 volt binnenkomt van de walstroom. En als er 220 volt binnenkomt van de walstroom, dan gaat alle elektriciteit rechtstreeks naar de stopcontacten, naar de koelkast en naar de EBL. Komt er geen 220 volt binnen, dan schakelt hij om. Klik, zegt hij dan. En dan gaat hij uit de omvormer 220 volt halen. Dat doe je met een stekker. En die gaat naar de stopcontacten toe. En dat is het enige wat dit apparaat doet. Hij meet gewoon... Ik ga het even openmaken voor je. Dan kun je even zien wat erin zit. Ja, ik zit even naar de bovencamera te kijken. Dan hangt daar nog een camera. En dat is op zich helemaal niet moeilijk aan te sluiten. Maar je moet wel even opletten. Want in het tekeningetje wat erbij zit, staat precies welk snoertje aan welke kant moet. Nou, want er zit gewoon een relais in eigenlijk. En waar je ook rekening mee moet houden is dat deze kastjes, die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid stroom aan. En dat staat meestal aangegeven als je ze aanschaft. Nog niet helemaal los. Kijk. Kun je erin kijken? Zo. Nou, kanaal 1 is het kanaal wat op de omvormer komt te zitten. Kanaal 2 is het kanaal wat op de walstroom komt te zitten. En kanaal 3 is het kanaal dat doorgaat naar alle stopcontacten. Zo ziet hij er van binnen uit. Maar wat doet hij nou precies? Ik zal hem even tekenen voor je. Dit leggen we even aan de kant. En ik ga even proberen wat lijntjes te zetten zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Om te beginnen gaan we van de accu naar de omvormer met 12 volt. De EBL gaat met 12 volt naar de accu. Die doet opladen. De 220 volt gaat rechtstreeks naar de EBL. En de 220 volt gaat rechtstreeks naar de koelkast. Want uiteindelijk wil je de koelkast en de EBL nooit op de omvormer hebben zitten. Zodra je de koelkast en de EBL op de omvormer zou zetten, dan gaat met de koelkast gaat de accu heel snel leeg, want die is niet geschikt voor 12 volt of niet geschikt voor 220 volt wat uit de batterij komt, omdat die gebruikt 15 ampère of zo, zo'n koelkast op 220 volt. Nou, dan is het snel gebeurd met je accu, ook al heb je lithium. Dus dat wil je niet. Wat je wel wil,
is, en de EBL, dat is de andere, de EBL, die wil je echt niet aan de omvormer hebben zitten. Want dat zou betekenen dat je hier een rondje gaat creëren van 220 volt uit de accu. Dus 12 volt uit de accu wordt 220 volt, stoppen we in de EBL. En de EBL gaat de accu voeden. Dan ga je de accu opladen met stroom uit de accu. Dat gaat heel erg snel verkeerd. Dus dat wil je ook niet. Dus zo is de aansluiting. Nou, wat hebben we dan hier in het midden zitten? Ik ga hem even tekenen. Ik teken hem hier. En dat is dit kastje. Deze, hè? En we krijgen dus 220 volt. Hier vandaan. Rechtstreeks naar binnen toe. En ja, en we krijgen 220 volt hier vandaan naar dat apparaat. En dan hebben we de wens van de stopcontacten om 220 volt te hebben. En zo sluiten we dat aan. En wat gebeurt hier nou? Nou, hier zit gewoon eigenlijk een schakelaar tussen. Die zegt van, als je 220 volt hebt, dan ruik ik dat hier zo. En dan maak ik deze verbinding. En als je geen 220 volt hebt, dan ga ik hier vanaf en dan maak ik deze verbinding. De kunst is dus om in jouw camper uit te zoeken. En dat doe je hier ergens. Want hier ergens zit een kastje en daarop zit een grote schakelaar. En die grote schakelaar is de aardlekschakelaar. En daarnaast zit de hoofdschakelaar van de camper. En ergens in dat kastje of achter dat kastje worden alle 220 volt kabeltjes bij elkaar gebracht. Komt er nou in dat kastje maar één 220 volt kabel uit? Ja, dan moet je dus op zoek naar waar al die andere kabels gekoppeld zijn. Want daar wil je dus de koelkast en de EBL splitsen van de rest van de 220. Nou, het was een heel verhaal, maar ja, ik hoop dat je er zo wat aan hebt. Nou, heb je nou wat aan deze informatie of heb je er iets aan toe te voegen of heb je er nog een vraag over? Ik reageer altijd. Weet je het beter? En dat kan zeker ook, want ik ben echt niet de allerbeste hierin. Weet je het beter? Reageer ook hieronder, daar kunnen we met z'n allen alleen maar van leren. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op dat duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want daar heb ik best wel veel aan. En als je dat belletje indrukt, dan stuurt YouTube jou dus een mailtje op het moment dat ik weer een video live zet. Nou, leuk dat je hebt gekeken. Tot de volgende keer.